Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. We mogen weer mennen, dat is ons grootste wens. En al die officials, die staan weer voor de tent. We zijn er blij mee, we worden weer verwend. Hallo. Ho, 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 ho. Camera is turning. Ja, ladies and gentlemen, dames en heren, meneer en mevrouw, madame en monsieur. Mannen, dames en heren, appels en peren. De kogel is door de kerk. Je kan de gereelen weer poetsen. We hebben het weer helemaal voor elkaar. Wij kunnen weer wedstrijden organiseren. Wij kunnen demonstreren. Demonstreren kunnen we. Easy. Nederlands kampioenschap. Demonstreren wij allemaal een bordje op de kar. Voor het veilige paard tegen de wolf in Nederland. Geregeld. Elke man naar zijn eigen kar. Ieder zijn eigen parcours, net als in de supermarkt. Publiek, karretje, publiek, karretje, publiek. Neemt de problemen. Het veilige paard in Nederland tegen de wolf. Een grondrecht is het organiseren van een evenement. Als je meteen demonstreert. Het WK. Ik heb gedacht over een thema. Maar ik denk ook dat die organisatie zelf maar even zo handig moet wijzen. Om er iets aan te doen. Dat is gewoon perfect, jongens. De menstreer. Bordje op de kar. Ik weet dat er ook mensen zijn. Die ik nou wel heel blij maak. Want als we de menstreeren. Hebben we een vergunning voor een demonstratie. Als bank, maar dat slaan we even over. WK, demonstratie, Honta, Kroonberg, voor een goed doel, noem zelf wat. Het is echt waar. En mocht het nou eens helemaal totaal uit de hand lopen, maken we gelijk Femke Halsema tot eerlijk. Het doel heiligt de middelen, inderdaad niet. Het doel heiligt de middelen. Wij stonden alle even te dicht bij elkaar. En jij lost het even op voor ons. Dankjewel. Het doel heiligt de middelen. Dus ik zeg, wij kunnen weer mee. Blariken, komend weekend, Blariken. Ik zou zeggen, tjaka tjaka tjaka, inschrijven doen. Een evenement. De vergunning. Demonstreren. Waar zullen we nou... In Blariken staat niet zo moeilijk. In deze tijd in Blariken... Wij demonstreren voor het gezonde Hollandse asbestje. Het gezonde Hollandse asbestje. Vraag je die vrouw gezond, geef je een lesje van bubbeltje erbij. Het gezonde Hollandse asbestje. Het is in deze tijd. Bollebakker. In deze tijd heb je de tent meestal in Blaren, die je er ook staan. Onder hetzelfde motto. Het gezonde Hollandse asbestje. We hebben dus in Blariken een samengestelde demonstratie. Kan het ook? Shit, fuck. Levensgevaarlijk. Kan het nog moeilijker? Nee, het is wel makkelijk. Dit is het. Over en uit. Wie heeft die andere klomp, jongens? Dit is toch te gek voor woorden. Het WK, bedenk iets, bedenk iets. Weet ik wel, bedenk zelf wat. Dit gaat gewoon geweldig goed. En eindigen we nu met het volkslied. Ik was nog maar een puber. En ik spaarde voor een paard. Een karretje gekregen. Het was me alles waard. Want ik was gek van de menssport. Gek van de menssport. Blijf ik heel mijn leven lang. En kom ik in de hemel. Want ik ben ook een mens. Dan leer ik ze boven mennen. Dat is mijn grootste wens. Want ik ben gek van de menssport. Gek van de menssport. Mijn hele leven lang. Hallo allemaal, we staan weer voor de tent. We gaan demonstreren, het blijft een gekke vent. Hallo allemaal.